En de landbouw is alles eigenlijk leuk om te doen en daar word je verliefd van. Ik ben Mark Tant. Ik ben landbouwer en loonwerker en ik kom uit Vlaanderen, België. Een loonbedrijf koopt de machine aan en gaat dan samen met landbouwers de werken uitvoeren. Mijn vader zei, als je de machines kunt gebruiken voor andere mensen, dan maakt het voor je bedrijf het goedkoper. En ik zag daar wel iets in en toen heb ik dat zelf uitgebouwd. Ik verbouw aardappelen, suikerbieten, chicorij, bonen en granen. Ik rooi zowel in Nederland als in Wallonië en Vlaanderen. 370 hectare per jaar. Ik heb twee toffe dochters. Ik ben ze allebei aan het leren rijden, ja. Zowel een meisje of een jongen kan rijden, dus het is geen probleem voor die dan te leren. En heeft ze alleen al een perceel van 8 hectare helemaal klaargelegd. Als ik het bedrijf overgenomen had van mijn vader, ik heb direct zwaar geïnvesteerd en redelijk uitgebreid in het machinepark. De bodem hier is nogal tamelijk zwaar. Het is nogal leemgrond, wat plakkerig is. Maar met de goede machines dan lukt het wel om het goed te bewerken. Maar er zijn pieken bij, ja. Periodes hard werk is. Met periodes is het wel moeilijk om het te combineren, het huishouden met het werk. Door mijn scheiding heb ik een paar jaren heel zwaar gehad. Ik heb mij kunnen troosten door mijn dochters. En daarmee ben ik kunnen doorgaan. En nu staan we er sterker voor. Voor mij geeft het geen concurrentie. Met de klanten zijn we wel eigenlijk al bevriend. Ik leer heel veel van mijn klanten. Hoe zij verbouwen en telen. Die gaan ook niet verder of die blijven mij trouw. Ja, dan is dat goed voor mijn portemonnee. Ik ben heel content als de klanten content zijn van het werk wat ik achterlaat. Maar zonder mijn vrienden kan ik dit bedrijf niet runnen. Die wat mij helpen met de aardappelen zijn wel mijn beste vrienden. Ik ken die al 15 jaar. Echt leuk. Na het seizoen van de aardappelen bedankt mijn vrienden nog eens met een avond te gaan trakteren op eten. Het belangrijkste in mijn leven is vriendschap, contente mensen rondom je heen en familie. Dat is het voornaamste.